lang geleden krom was, is rechtgemaakt. En wat recht was tussen de stippenlijntjes, wordt nu weer krom gemaakt. Om ons land in te richten en te herinrichten, moeten we weten hoe ons land er nu uitziet. Op de millimeter nauwkeurig. Dit in kaart brengen doen we vanuit de lucht. Het hele jaar door vliegen toestellen in kaarsrechte banen over Nederland. Iedere vierkante centimeter wordt minutieus in kaart gebracht. Het hoogtebestand wordt in kaart gebracht om bodemdaling te meten. En er wordt gefotografeerd om veranderingen in het landschap vast te leggen. Vreemd genoeg doen we dit niet zelf. We laten dit over aan onze zuiderburen. Zij zijn het die ons land het beste kennen. We komen nu aan het verdronken land van Saaftingen. We zijn nu op 2000 voet, tegen 200 nautical mile, 200 knopen, kleine 400 km per uur. Aan boord een gyroscopisch gestabiliseerde camera die ons land iedere paar honderd meter fotografeert. Hier zitten de 8 verschillende lenzen die samen de foto's nemen, zowel in kleur als in infrarood. Die sensor is gemonteerd op een mount. Die mount is stabiliseerd, zodat de foto altijd loodrecht naar beneden wordt getrokken. Hierop zie je dus de foto's die we nu aan het nemen zijn. Je kan zien dat op elke foto een beetje hetzelfde staat als de vorige foto. En daarmee hebben we overlap, die we dus alle foto's kunnen samenzetten en zo'n mooie puzzel maken eigenlijk. En een heel groot beeld samenstellen. Dat is één zo'n foto. Dat is het centrum van Breda. De koepelgevangenis is hier onder andere zichtbaar. We kunnen inzoomen. We kunnen mensen in de gevangenis zien voetballen. Dit zijn er dan meerdere, allemaal naast elkaar gelegen, dat we uiteindelijk het ganse centrum van Breda te zien krijgen. En die aparte luchtfoto's die ga ik aan elkaar zetten totdat dat één groot geheel is wat hier zichtbaar is. Ja, ik heb heel Nederland gezien. Elk kleinste deeltje. Ik verbaas me er altijd over hoe gestructureerd Nederland is. Die strakke lijnen en die kernen, die dorpskernen, is allemaal strakker dan in België. Ik verkies toch België. Ja, het is wel gezelliger in België, omdat het zo iets rommeliger is.